Hey, hallo, hallo. Vandaag weer een shoplog en wel een hele leuke. Ik ben namelijk bij de kringloopwinkel geweest. Ik maakte eerder ook wel vaker video's over de kringloopwinkel en shoplogs daarvan. Omdat de kleding en spullen daar zijn hartstikke betaalbaar. Het is fijn dat als spullen niet meer door iemand anders gebruikt worden, dat ze dan alsnog gebruikt worden en niet weggegooid worden. Dus dat je een product een tweede leven geeft. En het is natuurlijk goed voor het milieu om spullen te hergebruiken. En als je het gewoon goed schoonmaakt en wast en zo, dan is dat helemaal niet vies. Dus dat vind ik. Dus ik heb gewinkeld bij de kringloopwinkel en ik heb een heleboel leuke dingen gevonden die ik graag aan je wil laten zien. We beginnen maar met het stomste. Dat is deze broek. En dan, zoals je ziet, heb ik er al iets uitgeknipt. Ik heb hem gebruikt voor een DIY. En die ga je nog wel voorbij zien komen, denk ik. Ik heb er iets heel tofs mee gemaakt, al zeg ik het zelf. Ik heb echt hier een hele boodschappentas vol staan. Voor een DIY, een enorm fotolijstje. Hey, zo zie je de camera. Een fotolijstje. Deze was 1 euro. Die broek was trouwens echt ook 1 euro of zo. Maar deze lijst was dus 1 euro. Pak wel gewoon van boven. Even kijken. Ik ben trouwens bij de Rattenplan geweest in Den Helder. Ik woon in Den Helder en de Rattenplan is een leuke kringloopwinkel. Zeker een aanrader als je hier, als je hier bent. Ik kocht dit shirt. En deze zat gewoon wel heel mooi en is heel leuk. En het is echt zo'n shirt dat overal bij past. En deze was 3 euro. En het originele merk is Villa. Dus dit is gewoon een shirt van Villa. Dan iets waar ik echt super blij mee ben. Ik weet niet. Ik ben de laatste tijd een beetje op zoek naar leuke jurkjes. En ik kan ze niet echt vinden. En ik vond nu echt een super leuk jurkje. Namelijk deze. Dit mouwtje zit nog naar binnen. Maar hij heeft een beetje korte mouwtjes. Dus handig. Dan kan ik ze ook... Kan ik hem ook naar mijn infuus aan. Kan gewoon gemakkelijk een infuus bij. En verder zit hij mooi strak hier bij de taille. En dan loopt hij aan de onderkant wijd uit. Zo. En deze was origineel van de H&M. En deze was 3,50 euro. 3,50 euro voor een superleuk jurkje. Echt, ik weet niet. Ik vind het heel erg leuk. En dan iets waarvan ik dacht, als deze... niet gaat passen, dan ga ik hem sowieso kopen voor de stof. Dit is namelijk een... hij hing bij de rokjes, maar het is een... een topje. Gewoon een strapless topje. En er staan flamingo's op. Die kon ik niet laten liggen. Ik vond hem zo leuk. En ik paste hem, dus... deze was 1,75. En het originele merk was... FB Sister. Geen flauw idee. Ik ken het merk niet. Dan nog een fotolijstje waarmee ik een DIY ga doen. En deze was 50 cent. En dan denk ik een van de mooiste items die ik heb gekocht. En dat is een jasje van Sarah Basic. Dat is deze. Je kan het niet zo goed zien. Maar het is een wat langer jasje. En deze was 7,50. Dus ook niet heel goedkoop, maar 7,50. Als je het vergelijkt met wanneer je het in de winkel koopt, dan is dat natuurlijk hartstikke betaalbaar. Ik zal hem even aandoen. Ik laat ook nog goed beelden zien, dat je hem helemaal kan zien. Maar mooi jasje, mooie kleur. Blij mee. En dan kwam ik een paar glaasjes tegen. Deze was 50 cent. En volgens mijn moeder is dit echt... toen zij jong waren, dronken ze uit deze glaasjes. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En dit heb ik een beetje gekocht om te gebruiken voor foto's. Zodat dat een beetje leuker eruit ziet dan gewoon saai een glas. Dus voor foto's. En hetzelfde geldt voor deze. Deze heeft allemaal driehoekjes. Super grappig. En deze was 25 cent. En dan een shirt waarvan je houdt of die je echt super fout vindt. En dat is... Even kijken. Deze.
Op beeld ziet hij er zo wel heel erg fout uit. Maar ik kon er wel om lachen. En ik dacht, ja, gaan we gewoon doen. Hoe gek. Hij was... ja, ze hebben altijd van die gekleurde labeltjes. En als het er dan lang hangt, dan... ja, de oudste labeltjes hebben dan zeg maar 50% korting. Dus deze was nu in plaats van 2,50 was die 1,25. Dus ja. En hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde. Als ik hem niet ga dragen, dan is de stof ook wel echt heel cool om gewoon ja, iets leuks mee te maken. Verder vond ik nog deze top van Superstar. En dit is echt helemaal mijn kleurtje. Dus ik werd hier al helemaal blij van. En het is echt een super mooi flowy stofje. En hier zit dan een ding, maar er hoort een knoopje in, denk ik. En ja, dan is hij super leuk. En deze was 5 euro. Weet je wat ik nou wel grappig vind? Zulke topjes zonder mouwen met zo'n colletje, die zijn nu hip. Maar je vindt ze nog niet echt heel veel in de winkels. Maar als je bij de kringloop kijkt, dan vind je ze overal. Dat is super grappig. Dus ik heb zo'n top gekocht. Ik weet niet of je het heel goed kan zien, maar hij is blauw. En hij is gewoon verder simpel. En ja, even kijken. Hij was 2,25 euro. En dan deze top. Deze was 3 euro. En die is van het merk Levi's. En staat gewoon heel erg leuk met gewoon een spijkerbroekje of zo. Word ik blij van. Dan twee kopjes met schoteltjes. En die kosten altijd heel weinig. En deze waren dus 25 cent per stuk. Dus per setje. En dit is hetzelfde ook weer voor foto's en zo. Of misschien een keer voor een DIY. In elk geval voor mijn blog. Dus dat is leuk. En dan nog een fotolijstje. Deze was 50 cent. En ja, hier ga ik ook weer mee DIY'en. Ik ga één video maken met alle drie die fotolijstjes. Dus deze. Ziet er nog helemaal perfect uit. En daar betaal je dan 50 cent voor. Lekker betaalbaar. Vooral als je er iets van wil gaan maken. Is leuk. En dan heb ik nog één glaasje. En hier staan pandabeertjes op. Het is echt veel te schattig. Ja, die vond ik ook leuk. Die was ook 25 cent. Een simpel wit t-shirt. Maar die hals was wel heel mooi uitgesneden. Dus die wilde ik daarom hebben. Deze was 2 euro. En nou ja, hij is gewoon van de H&M. En dan mijn allertofste item. Dat is... ja, dit. Zo. Dit is de bovenkant. En aan de onderkant, het is een jumpsuit, heeft hij van die wijde pijpen. Dat staat echt zo cool. Ik ben hier echt zo blij mee. Hij was een beetje kapot, dus ik kreeg nog korting. Maar uiteindelijk was die... 1,25. En hij is echt super tof. Hij is wel een beetje groot voor mij, maar ik kan hem net hebben. En er zit nog zo'n dingetje bij dat je hem om je taille kan knopen. Dus dat komt helemaal goed. En ja, ik ben hier echt heel erg blij mee. En ja, dat was alles. Dat was de shoplog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Laat zeker weten bij de reacties wat jouw favoriete item is. En of jij ook wel eens bij de kringloopwinkel winkelt en wat je dan koopt. Als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is natuurlijk gewoon gratis. En dan word je op de hoogte gehouden van al mijn nieuwste video's. En doe een duimpje omhoog voor de video als je hem leuk vond. En hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!